Dag beste kijkers, het is zaterdag, dat wil zeggen tijd voor een nieuwe video. Zoals iedereen wel weet, leven we momenteel in zeer bizarre tijden. Waardoor we nu zelfs maar één knuffelcontact mogen hebben. Kun jij ermee stoppen? Dat is hoogst onaangenaam. Dank u. Onze vraag is dan ook zeer simpel vandaag. Wat is de stelling van Pythagoras? Nee. Wie zou uw knuffelcontact wel eens mogen zijn? Dus we zijn een filmpje aan het maken voor de lijn. Ik wil je gewoon één vraag stellen. Met een naam. Alsjeblieft. Met een naam. Onder andere, en dan één vraag. Mijn naam is Joris Walter. Joris Walter. Welkom Joris Walter. Je weet dat iedereen tegenwoordig maar één knuffelcontact mag hebben. Hè? En als jij zou mogen kiezen uit iedereen ter wereld, wie zou uw ideale knuffelcontact zijn? Goeie jong vrouwke zeker. Zo zijn er veel. Noem er één op. Het is direct moeilijk voor... Je moeilijk kiezen, zegt. Ja, ja, dat zijn er veel mooie, hè. Ik weet er direct zo niet. Ik weet er direct niet, oké. Wat zijn jullie namen? Janne. Janne? Ja. Brian. Brian. Wie heeft het langste haar? Ja. Hebben jullie dat al eens gemeten? Nee, hij waarschijnlijk. Ik denk ik wel. Ah ja, en stelde jij dat soms ook? Nee. Houdt van de ruige look? Ja. Alright. Stel, je hebt de keuze uit heel de wereld. Wie zou jullie knuffelcontact mogen zijn? Hij. Zijn jullie een koppel? Ja. Stel, je mag iemand kiezen. Jullie zijn geen koppel. Geen koppel. Dus wij kennen elkaar niet dan. Ja, zoals binnen 2 weken waarschijnlijk kennen jullie elkaar ook niet meer. Zo gaat dat dan met de jeugd tegenwoordig. Dus jullie mogen elkaar knuffelen. Ja. Kunnen we dat eens zien? Is dat mogelijk? Hoe knuffelen jullie elkaar? Nu ben ik wel benieuwd eigenlijk. Hé, voilà, kijk. Brian wil al gaan. Ja. Prachtige knuffel, dames en heren. Ja. Schitterend. Het is... Je hebt kunnen denken dat je zijn gezicht al zie. Ah, verlassen. Van kerkdrooi. Als jij nou mocht kiezen uit iedereen ter wereld, wie zou u knuffelcontact mogen zijn? Dat is mijn dochter. Maar stel, het is geen familie, je mocht iedereen pakken. Dus een celebrity, iemand, een BV. Gewoon als alle bij mij, Elin de Munk zijn. Elin de Munk, waarom Elin de Munk? Omdat dat een heet betekenis. Langs de ene kant wel, ja. Langs de andere kant? Ja, hoe dat ze nu is, ja, dat is anders. Verklaar u nader. Ja, vroeger was ze schooner dan over nu. En waarom? Omdat ze nu wat magerder is? Nee, ja, ze is ouder aan het worden, hè. Linda Munk is al wat oud. Hoe oud zeg jij? 25. En ja, Linda Munk is toch al zeker 30, hè? Ja, voilà. En zou dan een bril kopen van haar, want ze heeft ook een brillijn. Langs de ene kant wel, want ik heb zelf ook een bril, maar ja, dat gaat nu niet met je mondmasker, dus. Je denkt van altijd aan, dat is juist, hè. Voilà. Nog iemand anders. Uw tweede knuffelcontact. Ja, dan is bij mij Vin Diesel. Dat is helemaal iets anders. Dat is totaal iets anders, ja. Dat is een topacteur, vind ik. Maar ik denk dat je die wilt knuffelen, dat je er zelfs niet rondgerokt. Voilà. Denk ik persoonlijk, hè. Allee, ja. Ja, ja. Wat zijn jullie namen? Arthur. Arthur en? Shane. 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 Ja. Shane. Alright, oké. Okay. Wie zou jullie knuffelcontact zijn voor 1 nacht? Ja, doen die, hè. Jullie zouden elkaar knuffelen? Ja. Doe het maar eens, kom. Laat maar eens zien. Is dat dan uw lief nu ook, of hoe werkt dit dan? Nee, wow, dat is gewoon beste Matty. Gewoon beste Matty? Ja. Mijn beste vriendin Tiffany. Tiffany. Ja, die kan jij ook, denk ik. Jij ook? Ja. Een prachtige dame dan waarschijnlijk, ja. Tiffany. Een mooi meisje, lief meisje. Zorgt goed voor mij. Is er wanneer ik haar nodig heb en zo. Zo iemand kun je wel gebruiken nu, hè? Ja. Zie, ik heb gemerkt dat jij je ketting boven de trainer draagt. Altijd. Waarom is dat? Moet een beetje in zicht houden, toch? Verschijnen. Ja, Shane shined graag. Laten zien, toch? Oké, okay, jongens, wil u nog iets toevoegen? Of? Shout-out naar hun sowieso, naar hun kanaal. Dankjewel. Misschien nog even inzoomen op... Het is belangrijk hier dat iedereen het goed ziet, hè. Dus dit hier... Dat is ter waarde van 10 euro, hè, jongens, hier, dat we hier nee, zien. Nee, helemaal niet. Wat is dit? Wat heb jij hier aan? 12 karat goud. 900 euro. 900 euro, jongens. Trainingspak van AliExpress. Nee, helemaal niet. Dat is 200 euro, die trainingspak. Hoeveel kost je outfit? Veel. Deze is al 450, dat is diesel. Deze is 200 en die ketting is 900. Hè. Man met stijl en klasse. Zo moet dat, toch? Je weet dat er tijdens de vorige lockdown enorm veel is geklapt voor de mensen uit de zorg. Zeker, zeker. Ah. Wij vinden dat de mensen van de lijn, de chauffeurs, ook wel eens een applaus verdienen. Dus zijn wij de mensen op het straat aan het vragen om eens een kort applaus te geven voor de mensen van de lijn. Zeker. Voilà, bij deze. Zeker, dat was alles voor de lijn, natuurlijk. Het zijn helden uiteindelijk. Ja, natuurlijk. Uiteindelijk, ze helpen ons ook. Hè. Ja, dat mag iets meer gemeend zijn, hè, dames. Allee. Ja.
Ja, nee, recht schapenblik. Kijk maar in de camera. We houden dat aan. Mag iets trager. Ja, voilà. En stop. Voilà. Sneller, iets harder. Voilà, zoals je kan zien is het volledig veilig om momenteel met de lijn te reizen. Wat is het? Oh, maar een portefeuille is weg.